Hallo iedereen, welkom bij deze nieuwe video. Mijn naam is Leni en ik wil het vandaag hebben over de energie, in relaties. En specifiek maak ik deze video ook voor de mannen die mijn video's bekijken en beluisteren, omdat ik toch een aantal heel interessante vragen heb gekregen en ik vind het heel fijn dat ook mannen hun interesse tonen. Alleen, ik spreek niet voor iedereen, maar toch wel de meeste mannen zijn gewend om de zaken heel rationeel te bekijken. En ik wil toch wel via deze video een aantal tips geven om dichter bij jezelf te komen. Om vooral de liefde voor jezelf te voelen, want daar begint het eigenlijk allemaal mee. En ik ga deze video ook in twee delen opnemen. Want ik zou het eerst even graag hebben over relaties en verbindingen en de verschillen daartussen. En in het tweede deel ga ik het vooral hebben over hoe je je hart kan openstellen, hoe je je veilig kan voelen in de liefde voor jezelf en dergelijke, die universele liefde en dergelijke, wat dat allemaal inhoudt. En waarom bepaalde mensen op jouw pad komen, daar gaan we het ook over hebben. Nu, zoals net gezegd, ik ga het eerst even hebben over relaties. En ik ga eerst toch wel beginnen bij de echte, gewone 3D-relaties. De aardse relaties, ook wel karmische relaties genoemd. Nu, heel veel mensen zijn die karmische relaties al doorgroeid. Sommigen zitten misschien nog in een karmische relatie, dat kan. Maar voor heel veel mensen is dat toch wel al een stukje verleden. Nu, ik ga in deze video vooral praten tot de mannen die kijken, maar als vrouw kan je je even goed herkennen in de mannelijke energie. Dus kijk maar wat je voor jezelf er kan uithalen. Nu, karmische relaties, die confronteren je eigenlijk vooral met jezelf. Die bestaan heel vaak uit het drama, conflicten en dergelijke. Ik zeg toch altijd dat daar een bepaalde oppervlakkigheid in zit. Het zijn relaties waar het vooral gaat om belangen. Relaties gebaseerd op belangen. Ik geef jou iets en ik verwacht daar eigenlijk ook iets voor terug. Dat de ander vult bijvoorbeeld een leegte op, of die geeft jou een bepaalde aandacht. Kunnen ook soort doe-relaties zijn, dus heel veel dingen gewoon samen doen, gemeenschappelijke interesses hebben. Dus altijd maar bezig zijn, samen activiteiten doen, de tijd opvullen, maar nooit echt de diepte ingaan. Dat is dus een beetje het kenmerk van die relaties. Nooit echt die echte connectie voelen, nooit echt de verbinding voelen met de andere persoon. Meestal ook omdat daar gewoon geen verbinding is. Mag ik dit oppervlakkige relaties noemen? Ja, ik noem het ook wel makkelijke relaties. We doen dingen samen. We hoeven niet te veel over de persoonlijke zaken te praten. En al zeker niet over gevoelens. We kunnen ons nog deels wegstoppen, als het ware, voor de ander. We kunnen ons misschien ook een stukje anders voordoen. We leven een beetje in een soort van schijn. We spelen een beetje een rol in de relatie. En ook het gevoel van gewoon in een relatie te zijn, dat is iets wat onze maatschappij ons vooral opdringt, vind ik. En ook onze omgeving trouwens. Het niet alleen zijn is voor velen een bepaalde troost. Het is alsof onze maatschappij verwacht dat we een partner hebben, dat we in een relatie zijn. En gewoon single zijn in deze tijd, dat is precies alsof dat je, ja, dat jouw leven niet volledig is of iets dergelijks. Dus mensen zijn heel erg geneigd om toch op zoek te gaan naar een relatie. Omdat de maatschappij en de omgeving dat dan toch ergens van ons verwacht. Nu, die tijd, die zijn we eigenlijk al een
Al een hele tijd eigenlijk voorbij, hè? Met de energie die verandert, die relaties die werken gewoon niet meer. Het zijn relaties waar de ander iets invulde, hè? En wij vulden iets in voor de ander. Dus liefde onder voorwaarden, hè? Zo'n relaties beginnen meestal ook aan de oppervlakte, zeer fysiek. Maar die blijven niet meer duren, want van het moment dat er een bepaalde verbinding wordt gezocht, wordt die niet echt gevonden. In enkele gevallen misschien wel, maar meestal wordt dan die verbinding niet echt gevonden en dan begint men zaken te missen. Ik zeg wel vaker dat zulke relaties vaak niet langer dan 6 maanden duren. Nu, waar ik eigenlijk toe wil komen, in het verleden hadden die 3D-relaties echt wel nodig, hè? Ook ik heb zulke relaties gehad en jullie waarschijnlijk ook allemaal. En we hadden die relaties nodig voor onze groei, om uit te leren, om dingen te verwerken, om bepaalde stukken in onszelf te helen. Want zulke relaties die raken toch altijd bepaalde pijnpunten aan. En met wat geluk leren we daar een en ander uit. En gaan we door naar de volgende stap. Of soms herhalen we de hele situatie nog een keer als we de les nog niet hebben geleerd. Dan komen we wel in een gelijkaardige situatie terecht, maar dan in een andere relatie met een andere persoon. Nu, als er op een bepaald moment echt een ziel in je leven komt, een persoon in jouw leven komt, maar ik noem het nu even een ziel. Als er een ziel in jouw leven komt en die verbinding wordt duidelijk voor jou, je voelt dat daar iets toch wel apart aanwezig is, dan wil dat eigenlijk zeggen dat je op een punt bent beland in dit leven dat je veel meer mag gaan betekenen. Ten eerste voor jezelf, maar ook voor anderen, voor de maatschappij, voor de wereld. Dus door de connectie te voelen met de ander, word je eigenlijk uitgedaagd om je hart open te stellen. Gewoon voor liefde. Liefde als energie, zoals ik ze straks ook zal beschrijven. Dus daarover meer straks in het tweede deel. En dan krijg je die van hart naar hart verbindingen, waar er dus geen belangen zijn, maar waar er dus wel een bepaalde energie wordt gedeeld, waar er een bepaalde energie op gang komt. En waar je dus ook gewoon jezelf kan zijn. En waar je ook kan groeien in de verbinding. Dus eens je je hart openstelt in zulke verbinding, krijg je ook toegang tot bepaalde hogere energieën, hogere frequenties. En de bron die vaak ook in de kaarten komt, de onuitputtelijke bron, misschien ook het universum, misschien zegt jou dat meer. Het oneindige, de bron van alles. Daar ook waar het mannelijke en het vrouwelijke elkaar vinden. Die hogere liefde die je vindt in die verbinding, die brengt jou als persoon zelf naar een hoger niveau. En dan hebben we natuurlijk ook die transformatie, die verandering, die ommekeer die we zelf doorgaan, om dat evenwicht te vinden in onszelf. Wat eigenlijk niet zo moeilijk is, maar waar we ons vaak zelf in vastwerken omdat we bang zijn om liefde te voelen. Jullie zullen dat vast wel herkennen, hè? Dat je liefde nog altijd koppelt aan het feit dat je kan gekwetst worden of pijn gedaan kan worden. Maar als de liefde echt puur is, dan kan die eigenlijk geen pijn doen. En als je dat kan toelaten, dan ga je als persoon zelf ook veel meer uit het leven kunnen halen. Nu, uiteindelijk, waarom het bij mannen nog steeds een stuk moeilijker ligt, hè, om daaraan toe te geven, of vind ik persoonlijk dat dat bij vrouwen ook nog heel erg vaak naar voren komt, is omdat het verschil tussen man en vrouw gewoon ooit ergens in onszelf is vastgezet. Wij zijn met dat beeld opgegroeid. Hè. Van nature hebben we onze eigen energie. Maar het pure man-vrouw verschil, ja, wat je vooral in onze maatschappij opmerkt, dat is gewoon ooit gecreëerd
dat bestaat al eeuwenlang. Denk maar aan de man die sterk moet zijn, die weinig gevoel mag tonen. En dan de vrouw net, het omgekeerde, die heel gevoelig mag zijn en zorgzaam en een beetje breekbaar misschien zelfs. Het verschil tussen man en vrouw zit meer in ons denken dan in onze energie. We hebben wel de mannelijke en de vrouwelijke energie, maar we hebben wel beide energieën altijd in ons, of je nu man bent of vrouw. Dus je kan beide energieën altijd gebruiken. Dus ik wil daar even de nadruk op leggen dat het beeld dat we hebben van het verschil tussen mannen en vrouwen, dat eigenlijk niet zo heel groot is. Dat verschil is vooral gemaakt door hoe we zijn opgevoed en welk beeld dat we hebben meegekregen. Als je bijvoorbeeld ziet hoeveel mannen zich op het spirituele pad begeven, die heel snel door een bepaalde transformatie gaan, heel veel bereiken op korte tijd, en dat dan ook nog eens kunnen doorgeven aan anderen op een heel gedreven, maar toch ook nog zachte manier. Dat zijn mannen die heel erg gegrond zijn en hun mannelijke energie hebben leren te gebruiken om hun gevoelige en spirituele kant, hun vrouwelijke energie dus, naar buiten te brengen. Die hebben gevonden hoe ze mannelijke en vrouwelijke energie in hunzelf kunnen gebruiken. Vanuit hun kracht heel erg gegrond, maar heel stevig een bepaalde spirituele boodschap naar buiten kunnen brengen. Nu, nog een onderwerp dat ik toch even wil aansnijden in deze video. Dat is afwijzing. Dat is iets waar heel veel mannen mee te maken hebben. Heel veel vrouwen trouwens ook. Afwijzing. Het gevoel dat je in de steek bent gelaten. Algemeen bedrog. Als een lagere energie. Die je vaak uit vorige relaties meedraagt. Het is misschien ook iets wat je als kind al hebt ervaren. Bij mannen komt dat nogal vaak voor in de moeder-kindrelatie. Nu, als je die lagere energieën of die lagere ervaringen, zoals afwijzing, als je dat gaat loslaten, dan kan dat puur door je hart open te stellen. Want dit werkt omgekeerd en het is niet zo makkelijk om uit te leggen, maar ik ga mijn best doen. Eigenlijk denken we dat we eerst de pijn moeten verwerken, dat we helemaal door die pijn heen moeten gaan, voordat we ons hart kunnen openstellen. Maar het is net omgekeerd. Eigenlijk eens we ons hart openstellen voor die grotere liefde, voor al wat is eigenlijk, en ons zo afstemmen op een hogere energie, dan verdwijnen die lagere energieën automatisch. Dus je kan ze wel helen door ze te erkennen en te accepteren, maar dan kan je ze ook gelijk loslaten. Ik weet niet of jullie mij kunnen volgen, ik wil het nog even herhalen. En dus we gaan ervan uit dat we telkens eerst door de pijn moeten, voor we ons hart kunnen openstellen. Maar het is eigenlijk omgekeerd. Eens we ons hart openstellen, onszelf volledig in die liefde geven, dan verdwijnen alle lagere energieën automatisch. Dus alles wat dan een negatieve energie bij zich draagt. Dat kunnen we dan gewoon loslaten. Nu, ik wil deze video ook opnemen omdat er in deze tijd heel veel gebeurt, specifiek met de mannelijke energie. En alles wat zich in lagere frequenties bevindt, hè, zoals de bepaalde 3D-relaties die ik daarnet besprak. Die soort relaties, die kunnen in deze tijd heel erg benauwend gaan voelen als ze nog in jouw leven zijn. Dat hoeft niet altijd liefdesrelaties te zijn. Hè. Dat kunnen ook vriendschappen zijn of familierelaties. Dus als die relaties nog in jouw leven zijn, dan kan dat heel beklemmend en benauwend gaan aanvoelen. Ze kunnen zelfs zoveel energie vragen dat je er helemaal leeg van raakt. Ze kunnen jou ook een enorm gevoel van eenzaamheid geven, alsof dat je je totaal niet meer begrepen voelt, alsof dat je er totaal niet meer bij hoort. En dat kan allemaal heel naar voelen. Maar eigenlijk is het iets heel erg goed. Want stel dat jij je nu alleen voelt in een situatie waar jij nu in zit.
dan ga je energetisch gezien automatisch zoeken naar iets wat jou ondersteunt, iets wat jou bijstaat. Of het nu de kosmos is die jouw liefde naar je toe laat stromen, of dat het een persoon is die in je leven komt, die je laat voelen dat liefde gewoon liefde is, hè? Als een warme en fijne verbinding. Dat je nooit alleen bent, hè? Dat je eigenlijk ook nooit alleen bent geweest. Dat je enkel dat gevoel van eenzaamheid nu misschien moet ervaren om te kunnen transformeren, om je leven te veranderen, om helemaal tot jezelf te komen, om helemaal in die hogere liefde te komen. Die liefde die zal trouwens ook jouw passie aanspreken. En dan heb ik het over jouw levensenergie. Alles wat jou een gevoel van leven geeft. Waardoor het voor jou ook duidelijker zal worden wat je wil gaan doen. Op vlak van carrière, je hobby's, welke mensen je nog in je leven wil. Want ja, ik had het er eerder ook al over. Hè. Het is echt een periode nu waarin we rust kunnen vinden. Het is echt wel een nieuwe start, een nieuw begin. En of we het nu willen of niet, het universum zal ervoor zorgen dat we die nieuwe start maken. Alleen jij bepaalt nu of we het doen op een zachte manier of misschien eerder de hardere manier. Als jij nog heel erg vasthoudt aan die, in dit geval, 3D-relaties of oude relaties, omdat dat ja, voor jou op een of andere manier nog een stuk veiliger voelt, dan kan je wel heel erg geconfronteerd worden met bepaalde stukken in jouzelf. Nu, ik ga ervan uit dat iedere karmische relatie die je nog aangaat, dat die nog nodig is. Hè? Want iedere karmische relatie, daar leer je wat uit. Dus ook voor de vrouwen die naar deze video kijken, hè, als je merkt in de mannelijke energie dat bepaalde personen toch nog nieuwe relaties aangaan, maar op 3D-niveau, weet dan dat dat nodig is. Hè? Nu, ik vind wel dat de mannelijke energie zich de afgelopen tijd veel meer heeft opengesteld voor spiritualiteit. Die bewustwording is echt helemaal aan de gang. En de hogere liefde, ja, die wordt gezocht. En dat merk ik dus door de vragen die ik krijg. Ik had het in een legging van enkele weken terug nog over het zware in de mannelijke energie. Hè, die enorme stress en de nood, hè, om het rustiger aan te doen. Maar tegelijkertijd ook het verlangen om te kunnen openbloeien. Zoals dat in het vrouwelijke stukje werd weergegeven. Nu, ik heb op dit moment het gevoel dat, of ik heb de indruk, dat het in het mannelijke stukje zich nog vooral binnenin afspeelt. Hè? Het zoeken naar een verbinding, het zoeken naar rust, het zoeken naar erkenning, het zoeken naar liefde, het zoeken naar eenheid, het zoeken naar iets wat jouw passie aanwakkert. De verandering is diep binnenin jouzelf gaande. En daardoor kan je dat nog niet naar buiten laten komen. Kan je dat ook nog niet laten zien. Kan je er misschien ook nog niet over praten. Omdat je het op een of andere manier ook niet begrijpt. Maar dat komt stilaan naar boven. Het is een beetje als een verlangen. Hè? Dus het verlangen is er. Hè? Het mannelijke stelt zich steeds meer open. Maar laat het nog niet zien. Of toch niet in het aardse of het fysieke. Of toch nog niet in een bepaalde actie. Dus je kan je wel aangetrokken voelen tot iets of iemand. Of je voelt het wel heel diep binnenin. Maar je weet het nog niet om te zetten in iets concreets. Of je weet niet hoe je het effectief moet aanpakken. Of hoe je dat moet in je leven brengen. Omdat je ook wel weet dat je leven daardoor ook compleet zal veranderen. Ja, soms zijn mensen gewoon ook wel bang van vrijheid, hè? Stel dat jij morgen alle vrijheid en alle ruimte hebt om jezelf te zijn en dat je gewoon compleet gelukkig kan zijn. Dus we zien wel dat er iets is, maar die stap zetten naar die nieuwe energie, ja, dat kan soms wat angsten oproepen. Misschien de angst voor het onbekende vooral.
Terwijl je ze wel al hebt gevoeld, hè? Ergens heb je misschien al contact gehad met iemand die jou heel diep heeft geraakt. En ergens geeft jou dat een goed gevoel, maar ben je tegelijkertijd ook nog wel bang. Maar ergens weet je ook dat het een bekend gevoel is, dat je daar iets mee mag gaan doen. Het is een beetje als een deur naar het hogere die de afgelopen tijd al een paar keer heel kort is opengegaan. Waardoor je hebt gevoeld wat daar is. Hè? En dat voelde waarschijnlijk heel vertrouwd op het eerste moment. Heel erg bevrijdend. Want dan begin je erover na te denken en dan komen die angsten natuurlijk naar boven. Dus vanuit het mannelijke voelen we ons heel erg aangetrokken. Er is iets in ons getriggerd. Er is iets in ons in gang gezet. Dus op dit moment zit er eigenlijk heel veel energie ter hoogte van de zonnevlecht. Daar waar eigenlijk alles in gang wordt gezet. Hè. Nieuw begin, nieuwe energie. Net zoals de zon heel veel kracht geeft. Nieuw leven ook trouwens. Maar er zit nog wat spanning. Vooral in de mannelijke energie dus. Tussen de zonnevlecht en het hartchakra. Alsof het voor het mannelijke moeilijk is om liefde te ontvangen. En dat is natuurlijk de reden waarom ik deze video's opneem. Dus meer in deel 2 daarover. Dus het mannelijke voelt alsof ze dat niet verdienen. Alsof dat zij geen liefde verdienen. En misschien is dat ook logisch. Hè? Ik heb daar even zitten over nadenken. Want we hebben geleerd dat het vrouwelijke ontvangt. En dat het mannelijke geeft. Hè? Dat je vanuit mannelijke energie geeft. En vanuit vrouwelijke energie ontvangt. Maar beide energieën werken eigenlijk gewoon samen. Hè? Die hebben we beiden in ons. Is het in onze maatschappij nog steeds niet zo dat de vrouw hoort liefde te krijgen en aandacht te krijgen van de man? En dat het aan de man is om te geven en om ervoor te zorgen? Het is maar een gedachte. Van waar het idee dat je als man geen liefde hoort te krijgen? Of dat je misschien als man zelfs geen liefde nodig hebt? Is dat eigenlijk nog altijd het beeld van de sterke, coole man, hè? Dus mijn vraag aan jullie is, wat houdt jou als man tegen om liefde te ontvangen, om liefde te krijgen? En waarom denk jij dat jij niet mag ontvangen, dat jij geen liefde mag hebben, van waar het ook komt? Dus mijn raad aan iedereen die kijkt, maar vooral specifiek voor de mannen, laat jouw hartsenergie stromen. Laat de controle los. Laat het aardse los. En ik geef zo meteen een stukje meer uitleg over mannelijke en vrouwelijke energie. En wat je kan doen om die liefdesenergie te ontvangen. Ook al heb je geen partner, maar vanuit je verbinding met het universum, met het hogere. Dus tot zo meteen. Tot deel 2.